feestdagen hetzelfde liedje. Gedoe, vrijkrijgen, vroege drukte op de wegen, overvolle treinen. Maar geloof ons, u bent niets gewend. Kan allemaal nog heel veel erger. Het Chinees nieuwjaar is, behalve feest, ook 's werelds grootste en meest krankzinnige volksverhuizing. Ieder jaar opnieuw. Ja, het is eigenlijk, als je het niet meegemaakt hebt, bijna niet voor te stellen. Chinezen gaan echt als lemmingen het openbaar vervoer in, de auto in, zelfs op brommertjes, om maar bij die familie te komen. Want dat is echt heilig. Dan krijg je dus die taferelen, zoals je op de beelden kan zien, opstoppingen buiten de stations. Het is vooral op stations heel erg. Mensen kunnen het station niet meer in, want het station zit vol met mensen die op een trein wachten die vertraagd is. Maar mensen gaan wel al naar die stations toe, want oh wee, als je die trein mist. Ze hebben echt alles gedaan om zo'n treinkaartje te krijgen. Dat is al heel erg moeilijk. En bepakt en bezakt met cadeautjes voor het thuisfront moeten en zullen ze die trein halen. Ja, nou, dan krijg je dus dit soort taferelen. Mensen die in de kou soms 3 dagen staan te wachten voordat ze hun trein in kunnen. Vooral die laatste plaatjes, Ilan. Wat is dit? Ja, dit is geen spitsuur, maar een spitsseizoen, kan je wel zeggen. Hè? Oh, het is Chunyun, zo noemen de Chinezen dat. Ja. Het spitsseizoen rondom het Chinese nieuwjaar. Lekker Chunyun in met z'n allen. Ja, het is geen gerecht, maar het is dus dit fenomeen. Ja, en, ik zag er allemaal bij. We gaan dit jaar van het jaar van het schaap naar het jaar van de aap. En in die periode voorafgaand aan de jaarwisseling dan krijg je dit soort taferelen. Ontzettend druk. Ik heb begrepen dat er ook een station is waar 33.000 mensen gestrand waren. Nou, moet je voorstellen dat dat hier op Utrecht Centraal gebeurt, dan weet je niet wat je overkomt, toch? Nee. Wij zijn niks gewend. Zei ik al, hoeveel mensen raken er precies op drift? Hebben we daar een idee over? Nou, hoeveel mensen zijn, weet ik niet, maar de reisbewegingen weet ik wel. Dat is een enorm aantal. 2,9 miljard reisbewegingen. Je ziet op het plaatje wat er gebeurt. Mensen vertrekken massaal vanuit de grote steden. Met name in het oosten en het zuiden. Naar het achterland. 2,9 miljard vliegreizen, treinreizen, op auto's, op brommetjes. Nou ja. Maar was deze verkeerschaos er altijd al? Nou, nee, die is wel flink toegenomen. Hè. De welvaart in China neemt toe. Dus er zijn heel veel mensen die vanuit het achterland naar die steden trekken om daar werk te zoeken. Vervolgens hebben ze dan werk. Hebben ze ook iets meer tijd en geld om zich een vakantie te kunnen veroorloven. En dan willen ze met nieuwjaar willen ze terug naar de familie. En dan gaan ze dus weer terug in deze vakantieperiode. Wat gaan ze dan thuis doen? Ja, lekker Chinezen, maar plaats hier een makkelijke grap. Ja, lekker eten waarschijnlijk. Maar ze doen heel veel dingen in ieder geval niet. Want het hele nieuwjaar is omgeven met allerlei traditie en bijgeloof. Mm-hmm. Dus, wat gaan we niet doen? Geen medicatie nemen op nieuwjaarsdag. Want dan roep je over jezelf af dat je het hele jaar ziek bent. We eten geen ontbijt met pap op nieuwjaarsdag. Want dat is armenvoer, om het zo maar te zeggen. Ja. Armoede. Ja, dan krijg je de rest van het jaar ook heel slecht. Haren wassen doen we ook niet op nieuwjaarsdag. Want dan was je geluk en je rijkdom weg. Huilende kinderen, dat brengt ongeluk. Dus die kinderen worden daar ongelooflijk verwend. Hoe doe je dat? Nieuwjaarsdag? Hoe doe je dat? Wat doen ze wel? Nou ja, goed. Wat wij dus ook veel doen. Ja, veel eten. Ja. Ontspannen, tijd doorbrengen met de familie. Veel cadeautjes. Waarschijnlijk rode envelopjes met geld. Chinees vuurwerk. Ja, die 1000 klappers en zo. Dat, ja. Ik neem aan dat ze dat ook. Maar dat moet je niet op een vol station doen. Precies. Maar goed, dat doen ze waarschijnlijk wel als ze gewoon thuis zijn. En naar de tempel. Neem ik aan. Wierookstokje of... Ja, dat zou er allemaal bij kunnen horen. Het is maar 1 keer per jaar, hè? Dat gelukkig is wel. Nieuwjaar. Ja. Maar één ding is wel zo, ze moeten natuurlijk ook met z'n allen weer terug. Dus dat gaat natuurlijk ook weer gebeuren. Ook weer veel drukte. Waarschijnlijk, misschien is dat iets gespreider dan de heenweg. Maar dat wordt natuurlijk ook weer een ongelofelijke toestand. En het is pas komend weekend, hè, geloof ik, dat oud en nieuw. Uiteindelijk. Ja, ja. Dus het is nu al die beweging. Dit is de aanloop nog. De aanloop. Iedereen wil volgende week. Nieuwjaar. En dan moeten we maandag allemaal weer thuis zijn. Ja, voor het werk weer. Dankjewel.